Hallo daar, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van OpenTTD. Ik wil weer zeggen, ja, in ieder geval Let's Play OpenTTD. En vandaag gaan we verder hier. Ik ga, denk ik, geen muziek aandoen, of wel muziek aandoen. Moet ik even kijken. OpenTTD muziek. Die moet ik hebben. Ja. En dan afspelen. Op de achtergrond graag. Het nostalgische van OpenTTD. In de vorige aflevering hebben we hier weer wat lijnen bijgemaakt. We moesten kijken van hoe alles ging lopen. Ik moet even resumé van mezelf. Hier komen de chemicaliën binnen. Of worden chemicaliën gemaakt en die worden hier getransporteerd. Hier wordt een benzine. Wacht even. Dit is de chemicaliën en dit is de benzine. Ja, we zien de routepunt. Zodat hier benzine wordt gemaakt en de benzine gaat helemaal naar. Ik moet even kijken. Ben jij vol? Ja, hij is helemaal vol. Goed, gaan we die eens even volgen. Nog een beetje. Dan moet er een olietrein binnenkomen. Ah, komt er een olietrein binnen? Ja. Met een van de snelste locomotieven in het spel. Hou de wijk raffinaderij. Ja, nu gaat deze volgen waar deze naartoe gaat. Die zou naar moeten gaan naar Driedorp James Wattstraat. Via de routepunt benzine. Een andere routepunt benzine. Nou, we gaan kijken waar hij heen gaat. Nieuwe bus. Oké. We hebben hier heel wat moeten bijmaken. En overheen, naast elkaar. Noem maar op. Oh ja, nu weet ik het weer. De benzine gaat. Waar ga je eigenlijk heen? Wat heb jij? Olie? Oh ja, ja, ja. We hebben hier olie. Olie en kolen. Klopt, ja. Een groot project hadden we hier gedaan. De kolen van dit kolenstation, of van deze kolenmijn en de olie van deze oliejaarknikkers. Daar komt hij aan. Leeg. En die gaat nu weer gevuld worden. En de kolentrein staat daar te wachten om door te gaan. Wat ik zat te denken is, misschien dat we hier vanuit deze eerricht vallei de olie daar naartoe transporteren, zodat ze daar olie kunnen opvangen. Ja. Dus dan moeten we hier even wat gaan verbouwen, zodat we hier ergens een dok kunnen inzetten. En dan zat ik te denken om een soort havenplaatsachtig iets te maken aan deze kant. Dus dat we hier vol met olie dingen zetten, met terrein. Dus kan ook... Even kijken waar auto's dan staan. Objecten, ook dat zocht ik ervoor. Het woord objecten. Airport object, deze chips. Die ziet ook wel vet uit. Dus, wat is dit voor iets? 1x1 tegel. Ah, voor de olie. Overlapping tiles. Vet. Hier ga ik wat mee doen. Dit is leuk. Want dan moet ik vanuit hier. Nee. Of wel. Zo. Dan gaat hij daar al heen, oké. Okay. Dan kan er niet overheen. Ja, dat is allemaal. Ik dacht iets leuks te gaan maken hier, maar dat gaat dus niet zo goed. Je kunt niet kiezen welke kant je op wil. Hij was misschien met wat steeds in chips van die andere. Geïlectrificeerd. Even kijken. Deze. Ik heb nog goed op tank. Moet slepen. Sowieso wil ik proberen wat dichterbij te komen hier. Dus je zou kunnen zeggen hier een tank bij zetten. Ja. En hebben we dan ook nog een soort pijplijnachtig iets.
Big Office. Ja, Big Office gaan we hier aan de havenkant zetten. TB2. Nu nog niet. Deze pipeline. Ja, dit zocht ik. Slepen. Dat ziet er vet uit. De olie komt daar dan binnen. Dan zou je zeggen onder de grond door. Zoiets. Zo ja. Kan er nog eentje? Nee, dat ziet niet uit. Moet ik wel de juiste dingen pakken. Zo. Dat is het station kapot maken. Oh, ze hebben ook enkele pijpen. Nou, beter drie. Die gaat hier dan onderdoor. Ja, dan zetten we hier eigenlijk een soort platformpje neer. Even kijken. Big Office. Die kunnen we eventueel hier inzetten. Die niet. Nee, niet daar bovenop. Dan kan ik daar beter een... een soort treinstation-achtig iets. Is het rood. Dan ga ik toch voor ISR High Performance. Dat dan niet. Maar dan kan ik het toch zeggen. Die. Zo. Dan houden we control ingedrukt. En dan zeggen we, dan hoor jij bij. Wout. En daar gaat mijn telefoon alweer af. Zoiets? Nee. Even kijken. Zoiets? Ik zou... Even kijken. En nu kun je een beetje mee spelen op die manier, hè. Af. Ah ja, zoiets zocht ik. Zo, zo, zo. Dan komen ze bij de building. Even kijken. Nou, laten we sowieso even een bordje erin maken, want anders kijk ik het niet goed. Zo om, of zo om, zo. Ah, zo om, ja. Daar. Want dan kun je... Je zou kunnen zeggen, hier de grond in. Maar, waarom krijg je dat niet voor elkaar? Nee. Als ik hem dan... Wacht eens even, als ik hem nou... andere kant op laat gaan. Zo om. Wacht even, als ik hem nou eerst zo om doe. Zo, en dan nog een in elkaar de aus. Ja, dan zou je zoiets kunnen gebruiken, denk ik. Zo. Zo. Dan gaat het hier de grond in. Zo. Want daar wordt het dan weer
doorheen gevoerd. Dan moet ik eigenlijk nog even iets hebben van een soort... Ja, hoe zeg je dat? Elementen. Een soort van... Een soort slangenachtig iets, maar dat heb ik hier niet bij staan. Dat vind ik jammer. Faciliteiten. Zoiets. Opslagtank. En die kun je dan... Zet het dan hier neer? Gaat dat niet? Ja. Hier komt dat dan binnen. Dan pakken we de haven erbij. Die gooien we... Daar. Het olie wat dan van de boorplatform komt, komt dan via deze kant binnen. Moeten we alleen nog een beetje mooi maken. In ieder geval iets voor objecten. Chips objecten. Kijk, zoiets. Die kun je dan eventueel zo aan deze kant neerzetten. Dan... Cargo. Nee, dok. Zou je zoiets moeten... Kan dat? Een soort sluisachtig iets. En dat ziet niet uit. Zo wel, dan kan die hier aan. Ja, en dan gaat het via deze toren daardoor. Ja, laat ik het zo staan. Je moet er een beetje fantasie bij gebruiken. Wat is dit dan? Dan moet het eigenlijk lijken alsof die dan... Nee. Ja, laat ik het maar zo staan. Via de container gaat het zo dan onderdoor. Richting deze opslagbuizen. Ja, dan hoef je alleen nog een schipje te maken. Ja, een soort havengebied moet het worden. Kan ik het daar zetten? Ja. En dan... Objecten. Dat dan voor iets. Zo, die zit ook wel leuk. En dan de overlapping tiles. Dan zetten we hier een... Oh. Zo ja. En dan zoiets. Eén dingetje weg. Dat ziet er niet uit, hè. Lighthouse.
Even kijken, als ik nou... Zoiets. Ja. En... Ja, moet daar wel iets voor. Waar ze kunnen aandokken. Ja. En dan... Laat ik het even zo. Dan gaan we de boot maken. En die boot... Voor olie. Wat voor een soort boot pakken we? Gewoon deze olietanker. Bouwt olie. Ik word een beetje gek van mijn telefoon. Sorry, ik had mijn telefoon even zachter moeten zetten. Oké, dan gaan wij vanuit daar naar hier. Hier alles volledig laden en dan overdragen. Zo, daar gaat de boot. Dan zou ik dat ook kunnen doen voor deze. Dan klonen we het schip. Ik hoop dat hij geen boeien nodig heeft. Vanuit daar naar daar. Oh, dat gaat ook. Oké. Volledig laden. Overdragen. Heb jij ook overdragen erin staan? Ja, overdragen vrij leeg. Zodat meer olie getransporteerd wordt. Maar hoe meer olie we krijgen, hoe meer dat, ja, wat ik, dat systeem dat ik al zei, die circulatie daarvan. Eens even kijken. Hebben we hier al wat constructiemateriaal? Nee, nog niet. Er komt toch te weinig binnen, zo te zien. Om deze te verhogen. Daar gaat de trein. Even kijken. Ja, Spanje heeft af en toe moeite, omdat er zoveel dingen er in de map zijn. Ah, er staan nog constructiematerialen te wachten, dus ik kan dat eventueel op gaan hogen. Naar, want ik wil op deze lijn... Heb ik nu voor mij één constructiematerial. Dan wil ik nu twee hebben. Sowieso bij elk dingetje twee. Oké, daar mijn dingen neer. Kloon ik jou. Er zijn 254 constructiematerialen. Daar kunnen we best mee aan het werk gaan. Volledig laden. En die is ook een drukte van je welste. Ik vind het, ja, ik geniet hier wel erg van. En ik heb wat besloten. Na 1951 stopt deze serie. Maar dan gaat het verder in een vorm van... een livestream. Als ik een livestreampje heb, pakken we dit, deze map erbij. Gaan we daar lekker mee verder klungelen. En dan wordt het gewoon ja, extra's. Want ik heb een idee om, hè, als we na 2051 zijn, dan zitten we in die tabel. Daar gaat het erin. Mooi. Oh, dat is al een hele tijd. Oké, ook nu daar twee. Dus nu moet ik wel zorgen dat er nu meer binnenkomt van benzine en metaal. Ah ja, metaal en benzine. Dus. Nu het goed gaat hier, want nu deze verhoogd is. 80%. Die wordt nu sneller gevuld. Deze komt er langzamerhand aan. Ik vind het echt oprecht geslaagd. Dat stukje. Daar ben ik altijd best wel trots op. En dan gaan we natuurlijk ook over de hele map verder te werken. Dus seizoen 3 zit er binnenkort aan te komen. Ik denk dat we nog een paar episodes nodig hebben. Zodat we 2051 komen dan in de scoretabel. Ik ben even hierop aan concentreren. Hoeveel metaaltrein hebben we rijden hier?
komt er alleen uit Amstelveen. Gaan we eens even kijken bij Amstelveen. Dat is Amsterdam Transfer Hub. Oh, Amstelveen. Huh? Waar gaan jullie naartoe? Almere Park. Amsterdam Transfer Hub, Almere Park. Waar we Almere Park liggen? Haarlem. Almere Park. En deze gaat naar Driedorp. Ah, dat is hier. Nee. Ah, dat gaat hier langs. Oké. Okay. Ja, al die lijnen. Dan moet je gaan kijken van waar al die lijnen komen natuurlijk. Hè. Goed, de punt metaal in en benzine. Ja, daar komt hij al aan. Daar komt het olie ook. Maar in de toekomst moet hij gewoon op en af en aan treinen rijden. Komt binnen, treinen gaan weg. Komt binnen, treinen gaan weg. Kijk, nu heb je het voordeel. Dat. Even kijken. Ja. Mooi. We hebben zojuist voeten. Nee. Nu komt de olietrein. Maar hij kan toch gewoon verder rijden. Ik moet hier een andere soort trein neer gaan zetten. Zo. Ja, en ook hier. En het metaal. En we hebben hier een metaaltrein rijden. Ja. Twee. Oké. Okay. Dus wat we willen gaan doen is een extra benzinetrein. Even kijken hoe de benzine ervoor staat. Oké. Okay. De olie. En dan komt de benzine binnen en de chemicaliën staan ook te wachten. Oké. Okay. Gaat hij helemaal vol? Als hij helemaal vol gaat, kan ik er een. Procent, net niet. Ah. Kunnen we het in daar kijken. Sowieso ga ik jou nu alvast klonen. Dan overslaan. Ga je hier alvast heen. En bij chemicaliën heb ik volgens mij ook nog maar, oh, ook nog maar één treintje. Even kijken, hoe zien de chemicaliën eruit zo. Eén chemicaliëntrein. Wat nu hier meer olie binnenkomt, kunnen wij de treincapaciteit hier gaan verhogen. Moet je kijken, mooi. Trein van deze klonen. De. Nee, nee, nee. Plaquet. Kolen worden ook opgepakt gelijk. Oké. Nog een trein. Zodat er voor de olie altijd een trein staat. Moet kijken wat de olie staat, staat te wachten. Zodat er altijd een trein staat die aan het laden is. Bij de kolen is dat nog niet zo helemaal nodig. Hoe is het met deze? Huh? Och.
denken, waar is die andere trein gebleven? Kijk, nu komt er een, ja, chemicaliën, nee, olietrein. Toch? Hier komt olie, ja. Ah, weer twee kolentreinen, oké. Ik dacht dat ik één kolentrein had, maar twee. We hebben dus nu twee olie wordt nu geleverd. En dat olie krijgen we van twee kanten binnen. Aha, net olie binnengekomen. We kunnen hun ook weer verder. Nou, gaan we eens even kijken. Goed, het olie is nu verhoogd. We hebben nu drie olietreinen. Vier. Dan gaan we kijken. Het olie wordt naar deze nationale rij gebracht. Dat zou dus betekenen dat hier meer benzine en meer chemicaliën moeten worden gemaakt. De chemicaliën gaan goed te zien. Laat even met treinen gaan. Hoe zeg je dat? Oh. Passagiers. Is gaan. Ja, is gaan. Alles mooi geordend. Passagiers. 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 En je ziet heel veel verschillende ijzererts. Verschillende soorten treinen. Ijzererts komt hier. Nog een ijzererts. Dit is metaal. Dan gaat daarheen. Dit is schroot of kolen? Schroot. Dit is ook schroot dan. Tenminste. Ja, is ook schroot. Dan hebben we hier olie. Nog een olie. Metaal, weer hooggevend. Metaal, metaal, metaal. En dit zijn de constructiematerialen. Hebben we die ook hier in staan? Die hebben we nog niet erin staan. Oké. Okay. Maar eerst ook even de treinen die erin staan. Benzine. Hebben we die ook al? Ja. En deze. Dat is olie. Olie, olie, olie. Ja. En dit is kolen. Ook kolen. Ah, de trein is gearriveerd. Dit is de olie. Dit is dan ook olie. Ja. Ook olie. Benzine. En dit zijn dan de constructiematerialen. Constructiematerialen. En dan mag jij daarin gaan. Daarin twee keer. Chemicaliën en benzine. Moet af en aan gaan van treinen straks. Hier komt de chemicaliën binnen. Ja, die hebben carboschiet en schroot. Zo'n 42 jaar, die gaan we binnenkort allemaal vervangen. Moet je kijken, alle treinverkeer hier. Schroot en noem maar op. Hier staat best wel veel constructiematerialen. Ik wil daar nog even een bij. Toch? Oh, geen loopmaterialen, sorry. Had hier ook nog ergens ene staan. Want dan zou ik dat in de toekomst. Ah, hier, deze. Transfer. Ja.
Maar even van de treinen weg, even toch nog even iets maken vandaag. Anders hebben we toch al maar gekeken naar de trein, hoe de treinen rijden. Oh ja, een boot gemaakt. Zo. Wat ik misschien kan doen is even deze stad verfraaien. Zo. Deze weg. Ja. Daar. Zo goed, daar of nog meer. Zo. Daar. En sluiten we hier de ring af. Een soort ja, ringachtig iets. Dan gaan wij hier naartoe. En dan moet ik even kijken waar ik jullie ga neerzetten. Ik zet jullie gewoon hier zo neer. Control. Amsterdam Zuid. Wat is er aan de hand? Zie ik te veel? Ja. Mijn opnameprogramma was wel lastig aan het doen. Of is lastig aan het doen, of zeg je zoiets? Amsterdam Zuid. Nou, dan gaan we hier onderdoor met een tunnel. Gaan we tunnelen? Wij gaan tunnelen. Ah, voilà. Mooi. Goed. Pakken we depot erbij. Ja, je kunt dus dit stukje weg hier zo aanmaken. Oké, oké. Voilà. En dan moeten wij vanuit Delft de kringloopgoederen. Nieuwe voertuigen. Kringloopgoederen hebben die erbij zitten. Ah ja, kringloopgoederen. Dan pakken we gewoon zoiets. Ja. Of hebben we nog andere? Hebben we niet meer met aanhangers? Of zoiets. Universal truck. Ja, die bouwen we dan mooi om. Ombouwen tot kringloopgoederen. Oké. Okay. Dan vanuit Delft Park ga jij. Ja, gewoon hier naartoe, hè. Volledig laden. En dan in Amsterdam Zuid overdragen. Zijn er ook al passagiers te wachten? Nou, zetten we gelijk een busstation bij. Ja, zeker omdat. Zo. Voilà. Jij krijgt nog een extra opdracht bij. Van het zijspoor ga je naar Zuid. En van Zuid kun je dan teruggaan naar Amsterdam Centraal. Ja, 3 passagiers. Maar er zijn helemaal geen passagierstreinen geweest. Dat vond ik de garen. Maar ja, maakt niet uit. Sorry. De laatste dingetjes voor deze aflevering. Ja, gaan we eens even kijken hoeveel we daarvoor nodig hebben. Ik ben even benieuwd hoe we dat nodig voor hebben. Heb ik hem wel goed? Ja. Ik wil alvast ene. Het ligt eraan op het station hoeveel er ligt te wachten. Even versnellen. 75%. Ja, er ligt ook aan de stad. Hè. Oh, hij is al vol. Gaan. Minstens altijd ene bij zijn. Thank you.
we misschien nog een nieuwe busroute van Delft naar Amsterdam doen. Gaan. Totdat hij weer terug is. Deze wil ik er wel bij houden. Overdragen binnen 2000 krijg je daarvoor. Pootje zetten. Omdat mijn opname dingen het niet goed doet. Oh, even iets te snel denk ik. Net op tijd. Maar wanneer komt hij nou terug? Daar komt de eerste al terug. Zodra dus deze vol is. Zo. Voilà. Mooi. En sluiten we af bij Delft Park. Vond je wel een leuke video? Vond ik gaan we vertrouwens verder. En dan gaan we kijken wat we nog meer kunnen doen. Dan gaan we kijken hoe het met onze olielijnen gaan. En dan gaan we alles eventjes nakijken. Qua trainen. Dus de volgende aflevering wordt niet echt saai, maar dan gaan we heel veel trainen bekijken. Trainen vervangen wat vervangen moet worden. We kijken heel veel in het rood. Heel veel verouderd en we moeten opnieuw. En bij de vrachtwagens is het nog redelijk te doen. Want bij de kolen, ik snap niet. Want ik zet even pauze neer. Als ik kijk naar de beschikbare voertuigen. Waar nou alle. Oh ja, geen opgoed doen. Oh joh, oh, maar die kunnen geen. Oh zo, vandaar. Ja. Goed, wij blijven. Wij laten ons hier achter bij Delft Park. Vond je een leuke video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Volgende week gaan we lekker verder klungelen en knutselen. Tot we bij 2051 zijn, want dan wordt je in de tabel gebeurd. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En ik wil tegen jullie zeggen: hou je goed. Wees lief voor elkaar. Geniet van het weer. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Let's Play op het DTD. Zie jullie later. Bye.